Dan, ja, goed. Ik hoor hem. Oké, daar gaat hij dan. Dus vandaag gaat het over ziek zijn en beter worden. Ik wil eigenlijk... misschien is de titel een beetje vreemd, maar ik zal jullie trachten duidelijk te maken in het komende uur vanuit welke hoedanigheid wij ziekte en beter worden en tegen lijden in algemeenheid aankijken. In de Torah staat geschreven in Shemot, in hoofdstuk 15, pasuk 26, ik, Ani Hashem Rofoega, ik ben de eeuwige uw geneesheer. En daaruit leiden onze geleerden af dat het de plicht is dat wij de medemens helpen in het algemeen en in het bijzonder dat de mens zich moet laten bijstaan door een instrument of een helpende hand van God zelf, en dat is de arts. Ik wil het eigenlijk in drie componenten deze shiur indelen, namelijk die componenten die de basiszinnen zullen zijn en een synthese zullen vormen tussen het denken, het handelen en het behandelen van de mens die lijdt. Deze drie componenten die zou ik willen noemen een religieus-ethische component, een filosofische component en een medische component. En tenslotte zal ik proberen in dit uur die drie componenten daarachter samen te voegen tot één unificerende gedachte, waaruit naar ik hoop voor ieder duidelijk is en moet zijn dat wil men herstellen of genezen van een ziekte of de weg der genezing wil opgaan, dat we eerst als mens beter van die ziekte moeten worden. Dus niet moeten trachten ziek te zijn, maar we moeten proberen het veranderingsproces in het lichaam en geest te ontkennen of te verdringen. Dat moeten we niet doen. Immers, men kan zijn eigen schaduw en het negatieve aspect van zijn eigen persoonlijkheid, dat kan je niet afstoten. Nee, je moet er juist van leren en er beter van worden. En daar zal ik later nog proberen op terug te komen. Allereerst gaan we nu het hebben over het religieus ethisch aspect van mijn betoog. Even een slokje nemen als jullie dat goed vinden. Want normaal krijgen we bij Paul op de Shiur ook een stukje koffie door Max van Praag plus een koekje. En dat koekje dat heb ik helaas nu niet hier. Hopen we weer vlug goed, in te voeren. Goed zo. De mens Adam, daar gaat het dus in deze shiur om, werd geschapen naar het beeld van God, zoals in de Torah geschreven is. En in het Talmud Brachot op Amud 61a en Talmud Eruvin op Amud 18a kunnen we lezen uit een homiletische midrash, een agadische midrash, dat de mens geschapen werd met shnei partsufim, met twee gezichten. Namelijk aan de achterkant of de voorkant, zo u wil, een mannelijk gezicht en aan de andere kant een vrouwelijk gezicht. Dus de mens werd als het ware als één geheel, als een soort hermafrodiet, een Siamese tweeling, geschapen. In het tweede scheppingsverhaal lezen we tenslotte dat deze proto-mens, de Adam Katmon, zoals het ook wel genoemd werd, omgevormd werd. Dat zien we in Bereshit, hoofdstuk 2, pasuk 21. En vanuit zijn zijde, het Tsela, het vrouwelijke aspect, tot vrouw of manin, Isha, gevormd werd. We zien tegenwoordig, even tussen twee haakjes, vroeger was dat ook wel het geval, dat soms die scheiding tussen de twee helften van de mensen niet helemaal goed verloopt. En dat het dus kan voorkomen dat er genderproblematiek is.
En dat is heel interessant. Een van onze Talmud-delen, Kiddushin, wordt uitvoerig gesproken over 5 verschillende menstypen die er zijn. Omdat de natuur soms wel eens een foutje maakt. En daar zijn ook 5 verschillende, dus genotypisch verschillende menssoorten, waarvoor verschillende wetten gelden, maar daar gaan we nu niet verder op in. Volgens Talmud, in traktaat Sanhedrin op dag 32b, werd Adam, de mens, werd op Erev Shabbat, op de vooravond van Shabbat, geschapen. U weet, de dag bestaat normaal uit 24 uur, althans de dag uit 12 uur en de nacht uit 12 uur, als we gewoon even de standaard dag van 24 uur nemen. En de Talmud vertelt dat in het 9e uur God de mens informeerde over zijn plichten, over zijn rechten en zijn plichten, maar ook over de verboden. Hij gelastte hem te gehoorzamen en het Gan Eden te beheren, zoals een rentmeester dat voor zijn heer doet. Dus die primaire opdracht, die was gewoon: zorg goed voor het Gan Eden, zoals we nu eigenlijk de natuur om ons heen wat intenser voelen, doordat het verkeer en doordat de manier waarop mensen nu met elkaar omgaan, dat de natuur nu wat duidelijker naar ons komt. Je hoort de vogels fluiten, er komen dieren dicht bij ons in de buurt, ze zijn niet meer bang. Het viel mij op toen ik gisteravond laat over straat liep, dat er zomaar een blauwe reiger op straat stond en ook niet voor mij opzij ging. Dat is wel een prachtig gezicht. Hij schrok niet van je. Hij zou, ja, precies. Nou, in ieder geval is het de taak van deze rentmeester van onze mens in het 9e uur van de dag, in het 9e uur van de scheppingsdag op vrijdagavond, kregen wij die opdracht en het zou slechts 3 uren moeten duren tot de Shabbat zou zijn aangebroken. En als de mens niet gezondigd had door juist te gehoorzamen of juist gehoor te geven aan de slang, dan had het misschien wat anders afgelopen. Ik heb trouwens een leuk mopje gehoord, wil ik even aan u vertellen tussen 2 haakjes. Als Adam en Eva Chinezen waren geweest, dan hadden we nog steeds in het Gan Eden vertoefd, in het paradijs. Waarom? Want ze hadden de slang gewoon opgegeten. Nou. Nou goed. We zijn helaas, of we zijn gelukkig, waren Adam en Eva geen Chinezen, misschien wel juist ongelukkig. De slang die bestaat. Na 3 uur had de mens toch gezondigd. En dan zou de wereld, als die 3 uur volbracht had de mens, dan zou de wereld volmaakt zijn geweest. Maar de mens faalde en in plaats van de Shabbat, Sof Maaseh B'Mach Shabbat Tehila, het doel van het schepping was eigenlijk de Shabbat. Maar God dacht er al in het begin aan, maar Sof Maaseh, het was het einde van het scheppingswerk. Als de mens die 3 uren geleefd had volgens de opdracht van God, dan was inderdaad, kon de mens in het Gan Eden de Shabbat verwelkomen. Maar zoals we in Talmud Sanhedrin kunnen lezen, werd de mens uit het Gan Eden, uit het paradijs, verdreven. Niet alleen dat Adam, de mens, in zijn algemeenheid viel, maar hij sleurde de hele kosmos in zijn zonde mee. Van Adam is bekend dat hij zijn hele leven wijde aan teshuwah, aan terugkeer tot dat ene moment dat hij verkeerd had gedaan, zogenaamde berouw. En hij zocht daarom ook in alle toekomstige geslachten of er een mensenkinder of er misschien 1 ziel te vinden zou zijn, welke het malgoed, het koningschap der verlossing, als een lichtende fakkel door de duisternis der tijden tot verlossing van de wereld en de kosmos naar de toestand van het Gan Eden zou kunnen brengen. Een van de verklaringen op het vers in Genesis, hoofdstuk 5, pasuk 1, zin 1, ik zal dit even citeren, Ze sefer toledot Adam,
dit is het boek der geslachten van een mens, et cetera. Dat is, waarom staat het zo geschreven? Omdat Adam, de eerste mens, alle zielen die er in de toekomst zouden komen, afspeurde om tenslotte te ontdekken dat er slechts één ziel zou zijn die slechts 3 uur zou leven. En deze man, die zou David heten. En die kon de verlossing brengen over de wereld en het Joodse volk. Volgens Jalkut Shimoni in Bereshit 41 zei Adam tot God: ik wil graag 70 jaren van mijzelf aan deze ziel geven. Want deze ziel zou slechts 3 uur leven. En vervolgens zei Adam: Ribono shel olam, heer der wereld, heer van de kosmos, deze schitterende ziel, ik geef hem malgoed, ik geef hem koningschap en ik geef hem tila, ik geef hem lofzang, zodat hij 70 jaren voor u kan zingen. En dat is ook de reden dat koning David, die Tehillim, die prachtige psalmen heeft gelezen, als een verlossend element in ons dagelijks leven, die ons kunnen bevrijden van de dagelijkse sleur en uit de sleur van de tijd. Wij moeten niet de vergissing maken dat Adam door zijn zonde op een lagere madriga, op een lagere graad van spirituele verhevenheid stond. Zelfs de engelen vergisten zich en wilden, omdat het scheen alsof hij een goddelijk wezen was, de kedusha, de heiliging van Gods naam, voor Adam zingen, zoals we in de Midrash kunnen lezen. En zoals de engelen niet konden beseffen hoe groot Adam eigenlijk was, zo zijn wij mensenkinderen evenmin in staat zijn verhevenheid en zijn grootheid in te schatten. Ter illustratie hiervan mogen dienen het citaat uit het Talmud in Gadiga, op Omoed 12a, op folio 12a. Adam harishon min ha'aretz rat la'akia misof ha'olam wa'atsofo ha'ya. Adams blikveld en grootse visie strekte zich uit van de aarde tot het firmament. En hij zag van het ene eind van de aarde tot het andere eind. Hij had een enorme blikveld, een enorme visuele, een enorme spirituele visie. En deze verklaring van de Chachamim, van de geleerden, had een geweldige spirituele betekenis. Er was immers geen facet van de schepping van de meest wereldse tot de meest subliem spirituele, waarvan hij de diepte en de diepe zin niet kende. Een tweede illustratie van Adams verhevenheid mogen het citaat zijn van Adams uit de Talmud, namelijk uit Baba Basra 58a. Shnei akavav domin lishnei galgale hachama. Na Adams dood, toen hij op de aarde lag, waren zijn 2 hielen die waren als het ware 2 zonlichten. Die gaven zoveel licht, zelfs de hielen van Adam, het laagste deel van de mens, de voeten, de hielen gaven zoveel licht dat die afgedekt moesten worden. Zoals ook Mozes, toen hij van de berg Sinai kwam en de stenen tafelen had gekregen, vanuit zijn gelaat zo'n spiritueel sterk licht scheen, dat hij zijn gelaat moest bedekken met een doek, opdat de mensen niet verblind zouden worden door het goddelijk licht wat uit zijn gelaat scheen. Zo was dat ook met de hielen van Adam. Laat staan hoe het was met zijn gezicht. Het was Adam gegund in het Gan Eden het hemelse licht, het oor met een alf, alf wafrish, te aanschouwen, waardoor hij de essentie, het platonische idee van het levenloze, van de stenen, van de mineralen, het vegetatieve, de plant, het animale, de dier en het humane, de mens zelf, beheerste, doorzag en doorzag. Wat ik bedoel
Met het laatste is, Adams blik doorziet en ziet door. Dit wil zeggen, hij begreep de bouwstenen van de mens. Hij zag zijn stoffelijke eigenschappen. Hij begreep als één flitsende bliksem de orde van het firmament. Hij doorzag de harmonie van micro, meso en macrocosmos. Immers, de zonde had voor de zondeval nog niet zijn blikveld vertroebeld, zijn oog verduisterd. Het licht van de kosmos, or olam, scheen hem zo helder toe dat hij de zin der dingen doorzag. En de onmetelijke kleinheid, doch tegelijk ook de enorme afstand tussen de bouwstenen van de materie van de atomen doorzag. Rabbi Chaim Volotsin schildert ons een goed portret van Adam voor de zondeval. De slechte neiging bestaat niet in hem. Er was niets in zijn aard aanwezig dat zijn spirituele hoogte kon aantasten. Adam was een perfect en harmonieus geheel van heilige, bijzondere krachtvelden. Hij wordt dan ook wel genoemd Nefesh HaChayim, zoals we dat zien in het eerste hoofdstuk van Bereshit in vers 6. Echter, Adams leven was niet vrij van beproeving en uitdaging. Hoewel er geen slechte neiging in hem bestond, bestond er wel een bedreiging buiten hem. Deze externe drijfveer tot het slechte werd gepersonificeerd door de slang, de nagash, waardoor men de harmonie doorbreekt en teloorgaat in zonde. Men is oweet, men is verloren. De hoogste oweet, dat schrijf je alles beet dallet. Wanneer de mens puur en puur slecht is, dan zie je dat de alf, de eenheid die er afhankelijk in hem is, dat die plotseling zich splitst in een duaal persoon, in een goede en een slechte neiging. De beet, de twee, en tenslotte de ultieme slechtheid wordt vertegenwoordigd door de dalet, de deur. De dalet is letterlijk een dalet, een deur die leidt tot vier. Dalet is een getalwaarde van vier. Dat is de ultieme slechtheid van het kwade die de mens kan overheersen en die een mens slecht kan maken. Hier is reeds gewezen op het feit dat het arglistige van de slang der verleiding dus tot disharmonie, tot veelheid en verlokkende materie leidt waarin men zichzelf verliest in het vele, in het oweet, tot splitsing, tot het oneindige koninkrijk van materiële ontwikkeling waarin we nu leven. En dat leidt daartoe. Maar diezelfde getalscomponenten van de gematria, namelijk van de nagash, van 358, die heeft ook iets anders in zich, waar ik het al eerder over met u had, namelijk de Mashiach, de 358. En dat is ook de functie van de dienaar in ons, de Oweet, met een zacht erbij. Oweet, de stamvader van koning David, die bracht Yishai voort. Yishai, die ook wel door onze Chachamim, door onze geleerden, Nagash wordt genoemd. Slang. Waarom wordt hij slang genoemd? En het staat namelijk in Shmuel Beit, in Samuel 2, in hoofdstuk 17, vers 25. Volgens de overlevering gingen er namelijk veel dagen voorbij, voor de engel des doods een aanleiding kon vinden om Yishai te laten sterven. Want Yishai was vrij van schuld. Hij had geen enkele zonde gedaan. God echter dacht aan de nagash, aan de slang van Adam en Eva. En slechts wegens de zondeval moest de Yishai sterven. Dat staat geschreven in Targum Rut, hoofdstuk 4, pasuk 21 tot 22. Dus de Ben Yishai, de zoon van Yishai, koning David, zou tenslotte de Mashiach, de verlosser, kunnen worden van het Joodse volk en van de wereld. En hij zou het Joodse volk van zijn verdrukkers kunnen verlossen. En hij gaf het Joodse volk
de Tehillim, de psalmen, waardoor zij de kracht konden ontketenen om die Mashiach, om die verlosser vrij te kunnen laten. Ik sluit nu dit religieuze component van mijn betoog af. En alleen maar door te zeggen dat de mens door het feit dat hij God niet gehoorzaamde in het Gan Eden, het externe, het slechte, de Nagash, 358, de duisternis, de schaduwzijde, denk aan Tsela of Tseel, in zich heeft opgenomen. Hij kon niet meer perfect goed zijn. Hij kon zijn schaduw niet meer ontvluchten. Evenmin als Kain zijn zonde niet kon ontvluchten. En hij zei, Kain, hij is te zwaar dat ik hem kan dragen, maar hij moest die zonde dragen. Slechts door HaKadosh Baruch Hu te dienen, of weet, dienen, kon en is de mens in staat die slang van het materiële, van het vele, van het desynthetiserende, het divergente te ontwijken en zichzelf en de wereld te verlossen van het kwaad en de ziekte. Dat is de Mashiach-component in ons. Ik ga het nu hebben over de medische component. De mens is geneigd door zijn analytische en deducerende eigenschappen en capaciteiten die hem sinds de zondeval beheersen, alles te onderzoeken en te doorvorsen. En de wetenschap is verworden tot een pathologisch, dissectief fenomeen waarin alleen datgene wat werkelijk gezien wordt met de ogen bewijsbaar is, alleen de empirie, de ervaring van het materiële leidt tot bewijsvoering. Ik zou twee citaten van moderne hoogleraren willen vermelden welke zich gelukkig verzetten tegen dit verfoeilijk analyseerd en dissectief gedrag. Allereerst de heer en docent filosofie, professor Klever aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die vindt dat economen, dat zijn moderne wetenschappers, weinig ooglicht of zicht hebben voor de realiteit. Hij zegt het volgende. Wat doen onze economen eigenlijk? Als je als cardioloog het menselijk hart wil bestuderen en je gaat dan zo te werk dat je het eerst uit het lichaam snijdt, dus alle verbindingen met de overige lichaamsdelen en organen doorsnijdt, om het daarna nauwkeurig onder de microscoop te bekijken en vervolgens de wetten van het hartgedrag te formuleren, dan zou iedereen je voor gek verklaren. Wel, dat doen de economen zo ongeveer. Dat is een citaat uit de tijd. Een theoretisch fysicus, haal ik nu aan, dat is professor H. Casimir, die in het VU-magazine het volgende schrijft. Een wiskundige vergelijking zou naar mijn idee eerder met het gevoel dan met het verstand moeten worden opgelost. Ik heb heel dikwijls gemerkt dat ik, voor het exact bewijs bekend was, al een gevoel had hoe het ongeveer zou moeten zijn. Wanneer we nu teruggaan naar het Hebreeuws, dan kent het Hebreeuws geen meervoudsvorm van het woord emet, waarheid. Er bestaan geen waarheden in de Hebreeuwse woordenschat. In het Torah-Jodendom bestaat dat niet. Alleen Jona, de profeet Jona, die wordt genoemd Ben Amitai, de zoon van waarheden. Hij was een zogenaamde tzaddik gamur, een volledig rechtvaardig iemand. Voor wie andere criteria golden als voor ons moderne mensen? Ik wil hier, omdat de tijd dit niet toelaat, niet op ingaan. Maar de zoon van de weduwe van Tsorfas, Jona, het kind dat Elia weer tot leven bracht, doordat hij Elia de Mafteach Shel Chayim, de sleutel van het leven, in handen had, zoals wij dat kunnen zien en vinden in Midrash Shocher Tov, hoofdstuk 26, paragraaf 7. Jona ben Amitai was een ware profeet, zoals Talmud van Jerushalmi in Sanhedrin, in hoofdstuk 11, paragraaf 8, dat zegt, Jona ben Amitai, Navi en Methaya. Hij was een echte, ware profeet. Nu gaan we naar het begrip ziekte. Ziekten in het meervoud zijn er niet.
evenals er geen gezondheden meervoud zijn. Ziekte, in het Hebreeuws cholé, heeft precies een getalwaarde van get is 8, lam is 30 en heen is 5, bij elkaar 49. Vergelijkbaar met de 49 poorten der kennis in het Hebreeuws Moab. De velden van Moab, de 49 kennispoorten, de 49 kennisvelden van de wetenschap waarin Moshe gestorven is. Hij werd opgevolgd door degene die het Joodse volk naar het Joodse land, naar het paradijselijk Joodse land zou brengen, naar de toestand van het paradijs. En wie was dat? Dat was de zoon van Noem. De zoon van Noem is 50. Een ziekte in het Hebreeuws is machala. Machala. Zieke is cholé. Dus je hebt cholé. Kola machala. Los machala. Inderdaad ook. Ik gebruik hier even het woord cholé. Ziek zijn. Denk maar aan cholera, de slechte ziekte, of cholera. Ja, dat is de benaming van een ziekte. Dus cholé is ziek zijn. De ziekte en gezondheid zijn in mijn optiek geen meervoudige, maar juist enkelvoudige begrippen. Het lichaam is nooit ziek of gezond, omdat in het lichaam uitsluitend de informaties van het bewustzijn tot uitdrukking komen. Een lichaam zelf doet immers niets uit zichzelf. Een lijk zal niet uit zichzelf gaan lopen. Het lichaam van een levende mens heeft zijn functioneren immers te danken aan die twee immateriële instanties die wij meestal bewustzijn, ziel en leven, geest noemen. In het Hebreeuws zegt Sidra Bereshit, en de mens werd tot een nishmat chayim, een levende geest. Het lichaam van de mens is niet bij een ziekte ziek, maar alleen de mens is ziek. Maar dit ziek zijn vertoont zich in het lichaam als symptoom. Men zou een vergelijking kunnen trekken met een Griekse tragedie. Niet het toneel is tragisch, maar het stuk is tragisch. Ziekte kan men dus beschouwen als een verstoring van het harmonisch, in een bepaald evenwicht verkerend levensritme. Hierbij wil men een symptoom van een ziekte, bijvoorbeeld jeuk bij eczeem, bestrijden, omdat de mens niet gestoord en lastiggevallen wil worden door symptomen die hem plagen. En hiermee is het hele egocentrische van het symptoom bepaald. Het symptoom, hoesten, jeuk, koorts, is een signaal dat aandacht, interesse en energie op zichzelf richt en daarmee het levensritme verstoort. Sinds Hippocrates, de vader van de hedendaagse geneeskunst, probeert de officiële geneeskunde de zieke mens aan te praten dat een symptoom een min of meer toevallige gebeurtenis is, waarvan de oorzaak gezocht moet worden in functionele processen die men ijverig analyseert, onderzoekt en tracht te bestrijden. De officiële geneeskunde vermijdt het waarom van een symptoom te duiden, ontkent de inhoudelijke betekenis van een signaal, zodat zowel een symptoom als ziekte als signaal zijn eigenlijke betekenis verliest. Zo verwordt een symptoom in feite een signaal zonder voor ons een inhoudelijke betekenis te krijgen. Denk maar eens aan het volgende. De piloot van een modern verkeersvliegtuig vindt het niet leuk dat een lampje in de cockpit gaat branden. Het signaal is niet leuk. Het betekent bijvoorbeeld dat het landingsgestel niet functioneert. Of dat
de banden van het landingsgestel niet naar buiten gaan. Of dat er geen zuurstoftoevoer in het vliegtuig komt. Of dat het hoogteroer niet goed functioneert. Toch, het heeft geen zin om te worden op het lampje. Men moet eigenlijk dankbaar zijn dat het vliegtuig zo gebouwd is door de mens, dat essentiële procesinformatie en essentiële vluchtinformatie aan de vliegers en vroeger aan de boordwerktuigkundigen wordt gepresenteerd. We zouden pas goed boos worden op deze boordwerktuigkundige of piloot als hij het hinderlijke signaal wat rood knippert beter maakt door het lampje uit de fitting te halen. De gevolgen zouden dan pas katastrofaal zijn. Helaas heeft de officiële geneeskunst maar al te vaak het odium op zich geladen dat het de symptomen louter bestrijdt, doch de oorzaak van het mankement laat bestaan. Een symptoom geeft ons informatie dat ons iets mankeert, iets ontbreekt. Wat mankeert u? Wat ontbreekt jou? Vraagt de dokter. En het antwoord luidt stevast wat hij of zij heeft. Bijvoorbeeld, ik heb pijn. Tegenwoordig vraagt men vaak, wat heb je? Deze beide polaire vraagstellingen, wat mankeert je en wat heb je, zijn weliswaar informatief. Mankeert iemand niets, dan is hij heel. Dit wil zeggen volkomen. Tamin, volmaakt. Maar als iemand iets mankeert, dan moet hij geheeld worden. Zo wordt dat wat tot uitdrukking gebracht dat iets ontbreekt. Het mankeert aan een bepaald bewustheid en in de plaats daarvan heeft men een bepaald symptoom. U kent misschien wel het mopje, dat Moos, die ligt in het ziekenhuis. En Sam komt op bezoek en Sam vraagt, even kijken, hoe was hij ook alweer? Ja, leuk dat je mopje. Wat heb je, vraagt Sam. Hij zegt, Moos, ik heb 50 gulden of euro. Nee, zegt Sam. Wat mankeert je? Zegt hij, 50 gulden. Ja, dus met andere woorden, hij had 100 euro of 100 gulden nodig om beter te worden. En wat heb je, wat mankeer je? Dus wanneer een mens in zijn lijden het onderscheid tussen ziekte en symptoom heeft begrepen, wanneer hij eigenlijk begrijpt waarom hij, wat het symptoom betekent en wat de onderliggende ziekte betekent, dan verandert eigenlijk pas zijn omgang en zijn grondhouding met ziekte. En dan pas op dat moment, wanneer hij het symptoom en de onderliggende ziekte begrijpt, dan komt er ook een proces van acceptatie tot stand. Hij ontdekt, de mens die ontdekt als het ware, vervolgens in de symptomen een partner die hem kan helpen dat wat hem ontbreekt te vinden en zo zijn ziekte en zijn ziek zijn te overwinnen. Het symptoom is dus geen lastig iets, maar wordt als het ware een leraar en een hulp voor onze eigen ontwikkeling en voor onze eigen bewustwording. Een leraar kan streng zijn en hard zijn. Dat kan een symptoom ook. Namelijk dan wij deze hoogste wet geringschatten. Namelijk dat het ziek zijn kent slechts één doel. Namelijk ons te helpen om beter te worden. Het is tenslotte weer de tenacht waarop ik wil terugkijken om dit duidelijk te maken. Ik zal even een stukje citeren uit de Talmud.
Ik moet die even uit de boekenkast halen. Hebben jullie even een moment? Dan ga ik even naar de boekenkast. Dat heb ik vergeten klaar te leggen. Maar moment. Welk cijfer? Ja, het is Talmud Brachot. Ik moet even opzoeken. Moment. Ja hoor. Ja, ik heb het hier. Even zoeken. Ik hoop dat ik het zo gauw kan vinden. En anders doe ik het uit mijn hoofd. Moment. Wat zeg je? Ja, we hadden hier weerlicht en onweer. Ja, ja. Ja. Even kijken hoor. Even kijken. Ja, ik kan het niet zo gauw vinden. Ik probeer het even uit mijn hoofd te doen. Misschien kennen jullie het verhaal van Chizkia. Chizkia, Chizkia betekent Chazak, ja. God is krachtig, God is sterk. Chizkia was koning van Israël. En hij vernietigde al de bamot, al de offerhoogten en al de plekken waar afgoderij werd bedreven. En hij richtte leerscholen in het hele land Israël op. Hij was eigenlijk door HaKadosh Baruch Hu, hij was voorbestemd om de Mashiach, om de verlosser te worden. En daarover spreekt ook de profeet van Hine. Jurat Lanu, er is ons een kind geboren. Dat is een aanduiding, indicatie, een referentie naar de koning Chizkia. Koning Chizkia, de profeet, die kwam bij koning Chizkia, want hij had de opdracht, de profeet van HaKadosh Baruch Hu gekregen, om Chizkia te zeggen dat hij zou sterven. En dan zegt de profeet het volgende. Chizkia, jij zal sterven. En wat gebeurde er? Hij richtte zich, Chizkia die draaide zich om. En richtte zich tot de muur. De kier, zo staat er geschreven. Hij richtte zich tot de muur. Dan zegt de Talmud, dat is niet... En hij weende, hij begon te huilen. Dan zegt de Talmud... Dat is niet een gewone muur waar hij zich tot richtte, maar dat is de kier shalev, de wand van zijn hart, zijn innerlijk. Hij richtte zich helemaal tot zichzelf, in zijn binnenste van zijn hart, waar zijn diepste gevoelens zagen. En daar richtte hij zich tot God. En daar kwam als het ware de bron van zijn geluk en van zijn ongeluk, die welde op. De tranen kwamen in zijn ogen en hij deed de shuwa. Hij keerde terug van het slechte pad wat hij op dat moment gegaan was. Hij keerde terug tot God en hij weende. En op dat moment gaf de profeet, kreeg de opdracht van God, ga terug naar Chizkia en zeg hem dat hij in plaats van dat hij morgen zal sterven, dat hij nog 7 jaren, de 7 van volmaaktheid, zal leven. Dus vanaf dat moment werd Chizkia ook Chizkiyahu genoemd, namelijk Chazak. God is Chazak. Hij was sterk, Chizkiyahu. Hij was sterk geworden door het goddelijke, door Gods inbreng in hem, omdat hij zich gewend had tot de muur van zijn hart. Zoals tegenwoordig de Joden bidden aan de klaagmuur. Die klaagmuur is alleen maar een symbool geworden. Mensen doen allemaal een beetje hysterisch als ze bij de klaagmuur zijn. En in feite zouden mensen zich moeten richten tot de muur van hun eigen hart. Als mensen zich richten tot de muur van hun eigen hart, kunnen ze tot een grotere hoogtijd en een grotere krova, een grotere dichtheid tot God komen dan ooit mogelijk is geweest. Het woord korban is offer, maar in het offer dat we nu niet kunnen brengen, en daarmee ook niet meer zullen brengen in de toekomstige tempel. De toekomstige tempel, de plek van de Shechina, daar is het offer
ons korban is het naderbijkomen in ons eigen hart, bij de muur van ons hart. Die muur afbreken om tot het goddelijke te komen, om de Shechina ons te doen bereiken. En de Chizkia, die eerst Chizkia heette, die eerst een bepaalde bestemming had in zijn leven, een foute dingen had gedaan, die deed aan Teshuwa. Hij probeerde terug te keren op zijn slechte daden, op de dingen die hij verkeerd had gedaan. En daarom werd zijn naam veranderd in Chizkiyahu. Dat noemen wij een Shinui Hashem. Een verandering van naam geeft ook weer dat je een karakterverandering ondergaat. Als mensen tegenwoordig, als ze heel erg ziek zijn, dan krijgen ze een nieuwe naam vaak. Een Shinui Hashem. Om te symboliseren dat hun karakter door de ziekte, door het signaal wat men gehad heeft, dat men dat signaal begrijpt. En dat daardoor het karakter veranderd is. En daardoor ook een heel ander mens voor Gods troon staat om beoordeeld te worden. Ik moet altijd denken aan het volgende. In het Talmud, of er is een Talmudisch verhaal dat zegt dat als een mens overlijdt, hij komt voor de hemelse rechtbank. Die hemelse rechtbank die is overigens gesloten op Shabbat. Dat is het bijzonder dat mensen op Shabbat sterven, omdat zoals mijn moeder en grootmoeder altijd zeiden, en die ook op Shabbat overleden zijn, je komt direct aan Tisch. Je komt direct aan de tafel, aan de gedekte tafel, de Shulchan Aruch, die God voor jou gedekt heeft, waar je galles en wijn kunt drinken. En dus de hele rechtbank is gesloten en de ziel van de overlevende komt direct aan de tafel. Maar komt gegangen, wordt men ontvangen. Zo wie men komt gegangen, wordt men ontvangen, zou mijn tante Frans gezegd hebben. Ja. Heel goed. Prachtig. Die oude Jiddische uitdrukking van tante Frans en ook van mijn moeder. Men komt direct aan tisch, men komt direct aan tafel. Dat is ook koning David. Ik weet niet of je het verhaal kent van koning David. Koning David wist dat hij precies 70 jaar zou worden. Want die 70 jaar had hij gekregen van Adam. Een ook bekend verhaal dat Adam toen hij 930 jaar was, toen werd er aan zijn deur geklopt. Klop, klop, klop. Wie is daar? De Malach HaMoves. De doodsengel stond voor de deur. En die zei, wat moet u? Vroeg Adam. Toen zei de Malach HaMoves, ik kom je ziel halen. De Shama. Nu is in Israël tegenwoordig, Israël noemt een man zijn vrouw altijd, als die vrouw liefde heeft, Neshama, mijn liefje, mijn ziel. Dus hij draaide zich om en zei tegen Eva, Neshama, kom even hier, er is iemand die je komt halen. Dus in plaats van dat Adam zichzelf betrok, betrok hij Eva erop, dat is een grapje natuurlijk. Maar goed, dus Adam had die 70 jaar, had hij aan koning David gegeven. En koning David werd op Shabbat geboren. En hij zou dus ook op Shabbat sterven. Maar er staat in de Talmud iemand die zich dag en nacht bezighoudt met de Talmud, met de Torah. Die zal niet sterven. Dus koning David die ging zich intens leren op de Shabbat dat hij 70 jaar was geworden. Hij was de hele dag bezig en de hele dag en de hele dag. En die doodsengel die zat maar bij zichzelf te denken, hoe krijg ik hem afgeleid? Wat deed hij? Hij begon heel hard aan de boom te schudden die in de tuin was van koning David. En koning David hoorde dat geraas. Hij opende de tuindeuren, hij liep het trapje af. En hij viel van de trap en hij brak zijn nek. En het was afgelopen in één keer. Goed, dat was die 70 jaar die hij volbracht had. Maar goed, hoe kwam ik hier ook weer op? Ja, ik kwam erop doordat Chizkiyahu wordt. Er was een als het ware, een verandering vond er plaats in zijn persoonlijkheid, in zijn karakter, door de Shinui Hashem. Door die grote verandering zou hij nog langer leven. Het symptoom was een refuah, was een genezing van geworden. Hij was een beter mens geworden door zijn teshuwa. Hij was van zijn ziek zijn genezen. Hij was inderdaad beter, niet dus lichamelijk, maar hij was in zijn ziel was hij beter geworden. De bedoeling van de mens is dat wij proberen te zijn Ishe Temimim,
volmaakte wezens. Maar dat is heel moeilijk, want in ons bevindt zich de kiem van het kwaad, de kiem van de nagash, de slang die zich in ons bevindt, die we moeten bestrijden elke dag. Ten slotte moet ik nog iets zeggen over de filosofische component, wat ik beloofd had. Ons menselijk denken, ons analyserende en deducerende vermogen, heeft om te kunnen bestaan oorzaak-gevolgrelaties nodig. De oorzaak en het gevolg. Wij koppelen altijd de oorzaak en het gevolg aan elkaar. Iets gebeurt omdat zo. Causaliteit heeft dus op zijn beurt een lineaire structuur van tijd nodig. Namelijk het vroegere dat het oorzaak is van het latere. En daarmee is de tijd als een lineaire structuur een essentiële component in ons leven geworden. We denken altijd aan ons verleden, we zijn in de toekomst en we denken aan, we zijn in het heden en we denken aan de toekomst. In ons leven is altijd de lineaire structuur van de tijd nodig. In deze wereld van goed en kwaad, in deze wereld van keuze, ligt altijd de tijd besloten. Want als er geen tijd was, dan hoefden we ook niet te kiezen. Denk maar even aan een malach, aan een engel. Die heeft slechts één opdracht: te zijn wie die is, te doen wat hij moet doen, de opdracht van HaKadosh Baruch Hu, van God, te vervullen. Daarom heeft een engel geen tijd nodig. Hij leeft als het ware boven de tijd. Maar wij mensen hebben tijd nodig om dingen te overzien, om dingen te doorzien, om dingen te begrijpen, om te koppelen onze ervaringen uit het verleden met het zijn uit het heden. Denk maar eens aan die bekende vergelijking. Ik heb wel eens eerder, geloof ik, gegeven aan jullie. Dus excuseer me als ik dat nog een keer doe. Maar als je voor een stoplicht staat en je rijdt door rood heen in plaats van door groen, dan krijg je natuurlijk na 3 maanden een bekeuring. Je was bijna alweer vergeten dat je door rood was gereden. Ik heb een keer een plek, ik reed naar Rotterdam, langs de vaart in Boskoop, en dan denk je dat je nog in de bebouwde kom zit. Buiten de bebouwde kom bent. Dus ik drukte mijn gaspedaal van 50 naar 70. Niet eens zo hard. Maar ik zag dat daar ergens een... Ik zag niet dat er ergens een flitspaal stond. En het was ook zo dat ik dacht dat ik buiten de bebouwde kom was. 3 weken later kreeg ik een bekeuring thuis van een heel hoog bedrag, meer dan €200. Dus ik was een beetje boos op mezelf natuurlijk, nou ook op de overheid, maar met name op mezelf, dat ik zo stom was om niet goed uit te kijken. Dus elke keer als ik nu naar Rotterdam binnendoor rijd, dan rij ik langs die flitspaal, dan steek ik mijn vinger nog een keer omhoog naar die flitspaal, van dit keer naar die slang die daar op de weg staat, dit keer rij ik 50, flits maar, want ik heb geen bekeuring. Goed. Dus wat ik denk nog even na over de fout die ik toen gemaakt had. Maar stel nou eens voor dat je toch door die flitspaal rijdt met een snelheid van 80 km per uur. En op dat moment krijg je een appje uit je telefoon. Er is €220 afgeschreven voor je bankrekening. En je kijkt, dan baal je helemaal. Trouwens, je mag niet kijken in de auto. Dus op dat moment krijg je weer een appje van u kijkt tijdens het autorijden bij het appen. Dus dat is verkeerd, alweer €80 afgeschreven. Dus, en dat gaat zomaar door. Je komt bij een zebra en je rijdt bijna een oud vrouwtje van de sokken. Hup, weer €150 een appje op dat moment. Dus je hebt in één ogenblik, in 10 minuten tijd, heb je al zo'n €400-500 aan boetes bij elkaar. Met andere woorden, als het zo zou zijn zoals ik nu net beschrijf, dan zou je wel hartstikke goed uitkijken voordat je een fout maakt in je leven. Met andere woorden, die koppeling tussen goed en kwaad, die zou als het ware er niet meer zijn. Dan is er dus geen tijd meer nodig om tot teshuwa, om tot inkeer te komen, om weer terug te gaan in de tijd. En dat is de reden dat aan de mens de tijd is gegeven in deze wereld. In deze dimensie van hoogte, breedte en lengte is ook de tijd door Kodesh Borgo gegeven. Namelijk om ons een vrije wil te geven om te kunnen kiezen tussen goed en kwaad. He, zoals de Torah zegt, zie, ik leg u heden voor het goede en het kwade. We hebben de keus, maar we maken vaak fouten en we doen vaak verkeerde dingen.
En berouw komt vaak naar de zonde, zoals oorspronkelijk, zoals het Nederlands spreekwoord zegt. En dan is het dus eigenlijk een beetje te laat. Gelukkig kunnen we teshuwa doen, we kunnen tot inkeer komen. Maar er is dus in ons leven causaliteit, een oorzaak-gevolg-relatie is namelijk noodzakelijk. En in de baarmoeder van ons leven, in het vruchtwater, vruchtwater en maaien, dat is maaien, ja, de samenstelling van ma, wat zijn we, mi, wie zijn we en im, waarvoor komen we straks tot leven? Hè, het is als het ware in de maaien, in het vruchtwater, is ons alle kennis van de kosmos, het eeuwige licht, oor, olam, oor met een alf gegeven. Maar als we geboren worden, krijgen we een tikje op onze bovenlip. Je ziet hier een kuiltje. Bij mij is die ook vrij diep. Bij de meeste mensen ook. Sommige mensen zijn minder ongelukkig en hebben bijna helemaal geen kuiltje. Maar wat een kuiltje betekent eigenlijk, dat is dus een litteken van het stokje van de engel, die om ons een tik, om onze lippen een tik geeft, zodat we alles wat we ooit wisten en kenden, dat we geen teshuwa hoefde te doen, niet terug hoefde te keren in de oorzaak-gevolgrelaties dus die tussen ons handelen en ons denken en ons existeren zijn. In die baarmoeder, daar is de kennis van alles nog aanwezig en daar is ook dus niet de oorzaak- en de gevolgrelatie nodig. Maar daar is ook het oor olam, het eeuwige licht, het licht van de kosmos, oor met een alf geschreven is aanwezig. En waar moeten wij nu het oor olam, het licht van de wereld ontdekken? Immers het licht, wat het hemelse licht, dat is op de eerste dag geschapen, weet u. En dat is van ons weggenomen, want we zien nu alleen nog maar door het zonlicht dat op de derde dag is geschapen. Dus waar is dat hemelse licht? En HaKadosh Baruch Hu heeft het oor, het licht met een alf verborgen in de oor, in de menselijke huid. De ayin, de oor, het pergament van de Torah. En als we daarin leren, dag en nacht, dan zullen we het licht ontdekken, zoals Moshe Rabbeinu het licht kreeg toegeschoven door Kodesh Baruch Hu, door die Torah, en zijn gelaat helemaal licht gaf. Zo hopen wij ons ook door de Torah te bestuderen, dat wij dat licht op ons gelaat kunnen krijgen. Oor. Als je kijkt naar het woord berit mila, dat is de besnijdenis. Het woord berit, dat heeft de getalwaarde in het Hebreeuws van beet, reis, yud, taf, is 612. Deze mitzwa, om aan de mens als het ware iets te doen ontbreken, namelijk de voorhuid, die is zo belangrijk dat die een getalwaarde van 612 heeft. Hè, dus die 612. Met andere woorden, hij weegt bijna op tegen de 613, tegen alle ge en verboden van de Torah. Dat is ook de reden dat Avraham Avinu, onze voorvader Avraham, aan de poort van het Gehinnom, aan de poort van de hel staat. En al die neshomers, al die zielen die naar de hel gaan om hun ziel te zuiveren, die worden door Avraham bekeken. En dan ziet hij dat iemand heeft het beriet, die heeft het teken van het verbond. En dan stuurt hij hem terug naar de plek en zegt, ja, jij hebt, ook al ben je een heel slecht mens geweest, je hebt toch de Brit Mila gehad, die weegt bijna op tegen alle 613 ge en verboden. Aan de andere kant zien we ook dat de 613 symbool van de ge en verboden en ook symbool van de 248 ledematen van het lichaam en de 365 dagen van het jaar, dat, bij elkaar 613, dat wanneer wij inderdaad de wet, de beriet, het verbond met God, wat we gesloten hebben op de berg Sinai, zullen nakomen, dan zullen wij uitstijgen boven de tijd. Dan zullen wij de teshuwa niet meer nodig hebben, omdat wij volmaakt tamim geworden zijn. Dan zijn we niet meer ziek, maar zijn we heel. We zijn tamid, we zijn tamim, we zijn volmaakt geworden. Op dat moment is er een ware gerut. Gerut in het Hebreeuws is vrijheid. En dat heeft de getalwaarde van 614. Dan hebben we als het ware de 50ste poort van kennis bereikt.
Ik hoop, mensen, dat wij de vrijheid die wij vandaag beleven ook altijd in de toekomst zullen blijven vieren en dat wij volmaakte mensen zullen kunnen worden. Omein, Ken je Raad Zon. Dank je wel voor jullie aandacht. Heel hartelijk bedankt, Scout. Tot de volgende keer. Vanavond is om 8 uur Juda van Dijk en om 9 uur Borroeg. Nou, kan niet meer op zijn naam komen. Bivalovic uit. En hij is raaf in Young Israel in Netanya. Een zeer goede spreker. En verder een prettige dag. Vanavond is om 9 uur Raf Judah Forst, niet Raf Judah van Dijk. Of 8 uur Raf Forst, niet Raf Judah van Dijk. Judah Forst, ja, sorry. Ja, ja. Zeg van Dijk? Oh, sorry. Ja. En er is ook Schoelie Loonstein vanavond. Ja, maar is niet bij ons. Nee, oké. Okay. Concurrentie. Die komt nog wel bij ons. Ja. Schouw Rabiangakov. Ja. Van u te bedienen tot te bedienen.